hier op deze taaie baan van de Inhoornweg. Klopt niet? En wat zeggen we van de sleepwagenafstelling? Best maar op te staan. Best lopen. We mogen hoog! Hey! 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 Een beetje op te doen, hoor. Schitterend! Daar ligt voor de achterwiel ook iets op de grond, Erik. Tenminste, daar leek iets over de grond, er is niks afgevallen. Ik heb hier een brandstoflekkage aan de voorkant. Wat ook niet zo fijn is bij zo'n hitte motor. Dit zijn natuurlijk eigenlijk tikkende tijdbommen. We hebben ook die toolruis die laten we gewoon zeggen, voor de gemiddelde. Vanwege te veel motorvermogen en dat geldt voor de nummer 2. Ik ga natuurlijk even geen naam noemen, want misschien kennen we hem allemaal wel, dus ik kan helemaal niet op. Dus dat betekent dat we daarmee even een andere rangschikking krijgen. Ik hou u op de hoogte. Daarmee is het ook heel belangrijk die rol de nummer 4 en de nummer 5. Ook in de roerschikking blijven de gewoon testen door Bospower in ieder geval zijn afgerond. Erik zit hier die en die gaat als kogel naar het eind. Of die heeft grote problemen halverwege. Dus dan moet je het eigenlijk een klein beetje samenvatten. Want aan één ding hebben ze geen gebrek, dat is moed en vermogen. Maar er zal toch mee de man achter het stuur. Dit is de zin. Erik Knossel hier aan het eind. Dat doe ik dus, hè. En dan krijg je klappen in je rug, jongen. Want je ziet het op een gegeven moment, zie je een beetje. Dan zie je boven de motor zweven en het enige wat je dan vasthoudt is zo'n vierpuntsgordel waarmee dan je rug tegen de stoel aan zit. En dat is niet zo'n comfortabele lichaam, maar stoel waar de meeste longwerkers... Nee, dan heb je toch even het gevoel in mijn dubbel F. Ja, precies. Dus, van horen zeggen trouwens hoor. Ja. Ze zeggen dat het iedere week zo is, dus hier rijden bijvoorbeeld een aantal klassen niet, een aantal klassen wel. En dat gaat dan uit bij Tourbeurt. Wordt dat vervolgens ingevuld en in de tussentijd moeten er ook nog serieuze reparaties gaan gebeuren. En dan is John Feit gewoon blij dat hij niet over de rechte lijn gaat, want zo'n run heeft hij nog nooit gemaakt. Ja, het is wel een beetje kapot, maar dat kan... Ja, dat kan dan uitlaten zijn of iets. Kan er nog iets op heen vallen? We gaan zo dadelijk John eventjes natuurlijk interviewen hier door deze kant. Die zal al zijn spullen. De Klaas-tractoren en daarmee natuurlijk ook aan Jan Vermeulen. En die dat gaat met deze tractoren leveren. En daar natuurlijk nog een aantal namen zoals Graniet. Dure diensten. Actief zien gereden door Mark en Remy Vrijman. Het lijkt of het nu weer Remy is op de kop. Van de prestatie van de nieuwe Bandit. Om erachter aan de vrachtwagen op afgesteld staan om deze Bandwagen niet kunnen oplossen. Laten we kijken. Ben je hier? Is dat dan de eerste run? Of is dat dan de eerste? Goed boksen. En op de baan, Erik? Ook pokerfeest, jazeker! Scherp voor Willemijn. Ziet je al zijn PK kwijt kan. Niet te denken in de laatste meter een klein beetje liggen. Maar volgens de vijf voor het eerste verleden. Jan Willem van de Hoek. Hier een hoekrol. Mooi zo. Duim omhoog, vijf in de hoek. Zo moet hij lopen. Ik had aan deze kant op naam van Swedish Legends. En de gebroeders die zes plaatsen opschuiven. Kortom, de sleepwagen staat niet al te zwaar hier. Thank you.
hier ook niet zo'n hele zware sleepwagen verwacht in de klasse, maar dat blijkt toch anders. Net niet de PK'tjes die we normaal... En dat doen wij hier met deze Albert Kind. Zullen wij zijn nieuwe nummer 3 krijgen. En daarmee hebben wij aan jouw kant 2 keer groen. De beweging van de bestuurder, oftewel het linker en het rechter achterwiel, hebben een eigen rempedaal. En als de voorwielen dus in de lucht hangen, kun je daarmee in ieder geval je remmen onafhankelijk sturen. In de paardensport kun je daar, ik wou zeggen prijzen mee verdienen als je met 2 benen aan 1 kant zit. Maar ik heb even niet goed naar mijn tortjes gekeken. Die zit als een beetje links en een beetje rechts. Als ik nu Lang van der Laan heette, dan had ik tranen in 2 ogen tegelijk. Oh! De PK'tjes gaan! Oh, jammer dat je net met die voorwieltjes wat laag blijft. Jammer. Ja, misschien wel een bewuste keuze, Erik. Ja, zeker een bewuste keuze. Want als het allemaal zo wild en onstuimig gaat, dan kun je op een gegeven moment ook zeggen, dan gaan we, ik ga niet zeggen, standjes steek. En dan gaan we in ieder geval de voorwielen van de rempedaal en gewoon een afstand binnen de lijnen korten. Ja, heel duidelijk, heel gewoon safe gekozen. Ik ga dan ook even vragen naar de hoogte van de trekhaak ook. Dit zijn natuurlijk combinaties, dat kun je al zien. Die kunnen niet gewichten voorop, gewichten achterop. Die kunnen wel balans pakken. Aan de overkant gaan we toch proberen. Ontzettend sportief, als dit niet kapot is. Dan ben ik ook ontzettend sportief. Ja, in finale gaan we denk ik, als het over deze 2 gaat, misschien wel niet krijgen omdat ik de voorwieltjes, de een links de ander naar rechts zag gaan. Want daarmee hebben wij... En het krijgt het groen. Eruit gehaald. Mooie afstelling tegen die 100 meter aan. Lil Wende de eerste afstand in de finale.